Hoi, ik ben Rick van Voice en ik ga je in deze video uitleggen hoe je onze webform van Voice in gebruik kan nemen. Wat heb je daarvoor nodig? Een aantal dingen. Dus je hebt een computer nodig met Chrome browser erop, een headset, een stabiele internetverbinding en een Voice Webphone account. Om de Voice Webphone te kunnen gebruiken heb je zowel op een Windows machine als op een Mac de Chrome browser nodig. En zorg dat deze natuurlijk up-to-date is. Daarnaast is het handig om een headset te hebben, want je gaat bellen en gebeld worden via de computer. Voor het voeren van een VoIP-gesprek heb je een stabiele internetverbinding nodig, niet per se een dikke internetverbinding. Als hij stabiel is, zou je dat veel meer plezier van hebben tijdens het bellen. Daarom adviseren we je wel om je computer of je laptop, net waar je de VoIP-webphone op gaat gebruiken, om die aan te sluiten met een kabel. Als je dat allemaal hebt staan, gaan we nu kijken hoe we gaan zorgen dat je een webphone-account aanmaakt. Nou, als je al net klant bent bij Voice, zal je al zien dat je zo'n webphone-account hebt. Heb je deze nog niet, dan gaan we eentje toevoegen. Dat doen we door hier op toevoegen te klikken. Dan zal je zien dat er enigszins soms wat kosten aan verbonden zijn. En dan gaan we een nieuwe webphone aanmaken. Webphone kiezen we. Zorgen we dat hij een intern nummer heeft, een uitgaand nummer waarmee je uitbelt, een naam, dat kan je zelf kiezen en druk je op opslaan. Nu is er een extra webphone-account aangemaakt. Deze webphone-account is nog niet helemaal in gebruik, want we hebben daarvoor een gebruikersnaam nodig. Deze ga ik koppelen bij beheer en dan naar gebruikers en dan kies ik in dit geval deze. En dan ga ik bij het tabblad telefonieinstellingen, ga ik hem koppelen als webphone-account. Dan druk ik hieronder op opslaan. En dan kan je controleren door bij beheer, VoIP-account. Zie je nu staan dat deze nu ook webphone heeft. Nou, nu gaan we kijken hoe we dat gaan inloggen. Je gaat hier inloggen bij de Voice Webphone met de juiste gebruikersnaam. Dat is in dit geval advocaat@altijdgelijk.nl. Met het bijbehorende wachtwoord. Ben je het wachtwoord vergeten? Klik hier dan op en je zal een e-mail krijgen met de herstellink. Nu klik ik op doorgaan. En hierop zal een nieuw wachtwoord ingesteld moeten worden. Die heb ik nu bedacht. Nou, nu gaan we beginnen met de installatie van de webphone. De webphone heeft een aantal dingen nodig, zoals toestemming om de microfoon te gebruiken, om meldingen weer te geven, de pop-up dat je gebeld wordt. En dat gaan we nu doen. En aangeven welke VoIP-account. Nou, we zijn net ingelogd met dit e-mailadres. En aan het e-mailadres zat al de 205 gekoppeld. Dat bevestig ik hier. Nu gaan we aangeven wat de audio-instellingen zijn. Bij de audio-instellingen geven we aan dat je wat we gebruiken voor de microfoon, dus waarmee je wil spreken, de koptelefoon, dus de koptelefoon waarmee je het gesprek wil voeren, dus wat ik nu op mijn oren heb. En we kunnen er ook voor kiezen om de ringtoon over de boxen bijvoorbeeld van de laptop te laten gaan. Dus wat is daar het voordeel van? Het voordeel daarvan is dat je altijd zal zien dat je niet al door je headset op hoeft te hebben als je gebeld wordt, maar dan hoor je en dan kan je dan rustig je headset opzetten. Klik op voltooien. We zijn nu ingelogd in de webphone. Nou, je ziet precies meteen welke collega's er ook online zijn of in gesprek zijn. En die kan je eventueel ook meteen bellen door op het belsymbool te klikken. Nu je bent ingelogd in de Voice Webphone, kan je hier zien wie er allemaal aan het bellen en gebeld worden, eventueel. Nou, nu zijn ze allemaal groen, je kan ze hun gaan bellen en dan zal je hun meteen te pakken krijgen. Wil je zelf ook gebeld worden, dan is het belangrijk om je gebruiker op beschikbaar te zetten. Dat doe je door bij instellingen, dan kan je je beschikbaarheid opgeven. Je hebt nu de eindbestemming van je gebruiker op niet beschikbaar staan, niet bereikbaar staan. Ik verander dat naar de bereikbaarheid, naar 205, naar de webphone-account. Dan ben je hier nog bereikbaar. Nu is het van belang om dit e-mailadres
nog in het belplan te zetten. Dan schakel ik weer terug naar de Freedom omgeving. En dan ga ik hier in de Freedom omgeving ga ik naar belplan. Dan kies ik het telefoonnummer waar het om gaat. En dan ga ik in het belplan, zet ik in plaats van de receptietelefoon, zet ik nu de gebruiker neer. Dus dan kies ik voor gebruiker. En dan kies ik hier voor het e-mailadres waarmee ik ben ingelogd. Je kan hiermee ook een, niet alleen enkele gebruikers doen, maar je kan ook een belgroep van meerdere gebruikers doen. Zodat kan meerdere webphone gebruikers in één keer worden worden aangeroepen in de belgroep en dan kan ieder voor zich aangeven of die bereikbaar is of niet. Als ik nu weer terug ga naar de webphone, kan ik ook zeggen, do not disturb en dan ben ik even niet beschikbaar. Dat is ook een optie die je kan gebruiken. Dat betekent wel, als je toestel op do not disturb hebt staan, dat je niet gebeld wordt, maar kan je zelf wel uitbellen. Nou, zo zitten er een heleboel foefjes en dingetjes, leuke dingetjes in de webphone. Het allermooiste is natuurlijk dat je de webphone ten alle tijde kan inloggen en kan gebruiken op elke computer die maar Chrome heeft en een stabiele internetverbinding. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ons bereiken op 050 700 9920. En dan helpen we je graag.